En het feit dat hij... En ik denk ook dat geheim houden ook misschien brandstof was voor dat succes. Denk je? Ja, denk het wel. Denk heel veel migranten willen graag de schaamte. Die leven met schaamte. En de enige manier om die schaamte te vergeten... is om beter te zijn dan de rest. Om te excelleren. Ja. En het pijnlijke is dat je dan wint... een gouden medaille en dan sta je daar... en dan die Britse vlag en het volkslied. En je zegt, Mo Farah, maar het is niet jouw naam. Dus het zal altijd tussen die oren zitten. Lijkt me heel heftig. Ik sta hier, maar ik weet... Dat ik weet niet... Ja. Dat heeft hij, dus ik vind nog meer nog dan die gouden medaille, vind ik dat gegeven, dat hij daarmee kon omgaan, vind ik eigenlijk nog veel, van een groot, veel grotere menselijke kracht en zwakte getuigen. En hij is echt exemplarisch voor de migrant van vandaag. Zoveel gezichten, zoveel verhalen die door elkaar lopen, altijd complex. En dat hij nu even duidelijkheid van zaken geeft, dat is een groots gebaar voor ons. Want daar kunnen we onszelf aan spiegelen en van leren. Wat zegt het?